zijn, omdat hun basale energiestroom totaal verschillend is. Want het ergste wat deze zich voor kan stellen, is dat je op je kamer onder de dekens gaat zitten. Je wilt graag aandacht? Nee. Moet je op je kamer onder de dekens gaan zitten? Nee, is een goed idee. En deze, die heeft precies hetzelfde. Die heeft zoiets van, je wordt al niet gezien. Je hebt al allemaal vellen aan elkaar geplakt. Je wordt nog steeds niet gezien. Nee, maar je gaat maar door. Nee, dus waar zijn we mee bezig? Dus, beste Patrick, herken jij dit duet? Ja, dat is geen ander. We hebben de podcast ook al vaak over gehad. Het begon vroeger met rondfietsen op straat met van die kaarten tussen je spaken. Ja. Om maar gezien en gehoord te worden. Ja, dat heeft bij mij natuurlijk geuit tot de landelijke radio, boeken uitbrengen en alles. Maar inderdaad, om die aandacht op te eisen waarvan je denkt dat je er recht op hebt. Oké. Okay. Dus uit jouw verhaal maak ik even op dat deze hier bekend is? Ja, met die zeker ook. Want mijn leven is constante afwisseling tussen gezien willen worden en niet gezien willen worden. Ja. Ja, dus die strijd is me overduidelijk. Ja. 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 En dat is een strijd, ja. 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 Oké. Want als je nou daar op die stoel zit waarop je zit, is het dan ook zo van dat je los van deze twee beelden die je schetst, op dit moment ook die twee kunt zien zitten? Dat je realiseert van, oké, dat is degene die bij Veronica aan de boom rammelt en ik zal ze wel eens laten weten wie Patrick Kikken is. Mm-hmm. En dat deze degene, ik weet niet hoe die bij jou uitziet, maar... Ja, dat is degene achter de camera, weet je, die ook niet moet denken om nu daar te moeten zitten. Oké. Okay. Ja. Nee, maar dat is het. Dus als je dat nou realiseert, hè, van oh ja, dat is degene die je moet denken, oké. En dat is degene die... Wie zit er dan daar? Wie is er nou eigenlijk degene die deze twee ziet? Iemand die dat waarneemt, niet eens iemand, iets wat dat waarneemt. Oké. Die strijd volgt als een soort van toeschouwer. Oké. Ja. En hoe is het daar? Ja, daar is het rustig. Oké. En daar is het... Er zijn geen woelige varen. Oké. Oké. Ja. Oké. Okay. En kun je voor jezelf even het moment nemen dat je realiseert van oké, hier is het rustig, hier zijn geen woelige baren. Oké. Om in modern taalgebruik te blijven, hier is het chill. Ja. Ja, oké. En als je nou vanuit dit relaxed zijn iets zou moeten zeggen over deze Patrick. Wat zou jij dan tegen deze Patrick willen zeggen? Kom maar tevoorschijn, het is veilig. Het is niet erg om gezien te worden. En andersom denk ik dat ik tegen hem zou willen zeggen van joh, je hoeft niet altijd gezien te worden. Ook dat is veilig. Hè? Ook al sta je niet in het middelpunt van de aandacht, dan nog heb je recht om te bestaan of weet ik hoe je het moet samenvatten of zo. Ja. Precies de tegenovergestelde adviezen zou je natuurlijk geven. Ja, en wat is de bron waaruit deze adviezen komen? Waar komen ze uit voort? Ja, een soort wijsheid, denk ik. Een soort liefde, rust. Ja. Nou, je kunt het hebben, het is mooi dat het vandaag opgenomen wordt. Je kunt het aan je stem horen. Ja? Ja, je kunt het aan je stem horen. Dat weet je, hun grootste conflict is aandacht en... Ze voelen zich allebei niet gezien. Dus dat blijft maar aan de gang. En de enige die er aandacht aan kan geven, dat is die derde. Dus op het moment... Ja. Ja. Dus op het moment dat jij tegen hem kunt zeggen, joh, ik snap het wel. En ik zie ook wel waar het vandaan komt. Maar kom maar. Zonder te oordelen. Ja, doe maar. Het is veilig. Doe maar. En tegen hem precies, joh, doe even, ik snap het wel, maar doe af en toe even, doe gewoon even af en toe. Ja.
En deze twee, die kunnen wel naar hem luisteren. Want dat is een soort van onafhankelijke, die heeft geen belang. Zoals hij begint te kaarten, heeft hij zoiets van, dat zullen we nog wel eens zien. Ja. Maar die tapt uit een ander vaatje. Nou zou je kunnen zeggen dat deze twee tezamen de dynamiek zijn van het pijnlichaam. Dit is eigenlijk, deze twee worden meteen wakker wanneer zich iets voordoet wat doet denken aan waar ze ooit geboren zijn van geen contact. Niet mogen zijn zoals je bent, niet de erkenning, niet de waardering, niet de bedoel. Dan worden deze twee wakker. Het is een verdedigingsmechanisme. Ja. Het is altijd, het wordt altijd wakker daar waar je eigenlijk geen ja kunt zeggen tegen het leven. Waar je eigenlijk nee zegt. Van nee, maar dit wil ik niet. Die twee posities, hè, we hebben ze nu even in het kort weergegeven, dat zijn echt energiestromen. Dus je kunt, juist doordat je naar ze toe beweegt en ze wilt leren kennen, kun je gaan ervaren, zien, voelen van, ja, maar het zijn ook echt, hè, deze, als je wilt pathologiseren, deze heeft een beetje een depressieve tendens. Deze wordt een beetje van, weet je, doe me niet. Dus het heeft eigenlijk allemaal geen zin. Het zal mijn tijd om. Ja, en deze, dat is echt de workaholic, de burn-outer in spe. Die heeft echt zo'n tandje erbij. Dus, dat is gelukkig. Ja, dus hoe meer dat je kunt gaan voelen van waar ze zitten. Deze zit echt. Dat is echt deze. Hoppakeetje, dat zullen wij nog wel eens zien. En deze, deze meer onder in je rug en zo meer. Dus hoe meer dat je die twee kunt toe-eigenen, hoe helderder dat ze voor je worden door de dag heen. Van, oh, ik zit een beetje meer in die, of ik zit een beetje meer in die. En dat hoeft niet weg, want er is er ook één die zoiets heeft van, oké, je stapt uit, oké, je kunt ook gewoon blijven. Je hoeft niet meteen aan de boom te, nee, je kunt ook gewoon zorgen dat je er bent. Oké. Deze twee kunnen die niet zien. Dus als je echt met deze twee samenvalt, als je met je pijnlichaam samenvalt, dan duurt deze oorlog net zo lang als dat die duurt, totdat de munitie op is. En dan word je moe wakker en dan begint het hele spel weer van voor. Die kan deze twee wel zien. Dus waar gaat het nou eigenlijk over? In toenemendheid, waar gaat het over van dat je die stoel eigenlijk steeds meer leert ontdekken, en hoe meer dat je die stoel kent, hoe meer deze twee stoelen kunnen ontspannen. Ja. En hoe meer deze twee stoelen kunnen ontspannen, hoe meer ruimte er letterlijk en figuurlijk ontstaat voor die derde. Dus dit is een zich aanblazend systeem. Wat is cruciaal in het hele verhaal, is dat je bewust wordt van die derde stoel. En dat je hier realiseert van, oh ja, zo ben ik het gaan doen. Dus dit is het pijnlichaam, of het reactieve zelf, zou je ook kunnen zeggen. Dus dat is een gedeelte van die energie waar je ooit mee geboren bent, die is hier ingegaan. Maar er is ook nog heel veel energie, nog nooit tot vorm gekomen. Dus er is ook nog een heleboel creativiteit, die zit te popelen van, oké, en wanneer mag ik nu? En als iets in het werk van Tolle aanspreekt, is dat dit wordt voor heel mensen invoelend waar, van, oh ja, stel je toch eens voor dat ik dit niet meer 24/7 hoef te doen. Maar dat ik af en toe hieruit kan stappen. Oh, wat een rust gaat me dat geven. Wat ontslaat me dat van een ontzettend veel gedoe. Dus dat is stap A. En stap B is van, en stel je toch eens voor dat ik kan gaan putten uit wat die eigenlijk wil. Wat het vrije zelf eigenlijk wil. En dat is in mijn beleving de meest korte samenvatting van de kracht van het nu. Ja, dat is eigenlijk die stoel. Dat je realiseert van, oh ja, als ik hiervan los ben, in de zin van, ze zijn er nog wel, maar ik hoef me er niet meer naar te gedragen. Ja, dan komt er zo ongelooflijk veel energie vrij om eens te gaan doen wat je wilt.
gesproken. Nou, alstublieft. En laatste vraag, zouden we die energie liefde kunnen noemen? Dus er komt er heel veel liefde vrij dan, want als ik, dit is heel egocentrisch gericht. Je bent constant aan het soepatten wat het beste voor jou zou moeten zijn. Ja. Terwijl als die creatieve energie vrijkomt, ben je misschien meer bezig met wat zou de wereld een mooie plek maken? Absoluut. Wat zou ik kunnen bijdragen? Absoluut. Aan het feestje. Absoluut. Dus het bochtje wat ik er straks had van oké, dit speelt zich inwendig af, maar ook in relaties, maar ook dus landen. Ja. Dit is de hele dynamiek die altijd wakker wordt daar, hè, want dit gaat dan over het intrinsiek of het ene ego tegen het andere ego als het gaat over partners. Maar je hebt natuurlijk ook collectieve ego's. Ja. En het is precies wat je zegt, Peter. Ik stel je toch eens voor van dat we tot de ontdekking komen van oké, het zag er indrukwekkend uit. We hebben er ontzettend van genoten. We hebben er heel veel energie in gestoken. We hadden ook echt het idee dat we iets te pakken hadden van hier gaat het over in het leven. Mm-hmm. Maar het was eigenlijk gewoon maar een tijdelijk spel. En nu gaan we eens kijken van oké, kunnen we dit spel terzijde schuiven en kunnen we eens kijken van wat gaan we in deze ruimte doen. En je kunt het liefde noemen. Je kunt het ook bewustzijn noemen. Je kunt het ook ruimte noemen. Je kunt het ook het grote niets noemen. Je kunt het niet iets noemen. Het ligt maar een beetje aan van wat je bij jezelf merkt. Van, oh ja, dat is een woord waar ik iets mee resoneer. Ja. En cruciaal daaraan is dat je de bereidheid moet hebben om je briljante hoofd te offeren, in die zin van te buigen, om iets gewaar te worden van oké, wat gebeurt hier eigenlijk hier beneden? Want dat is veel meer het kompas van die derde. Om het te verwoorden heb je weer dat briljante hoofd nodig, maar om te voelen de compassie of de liefde, ja, dat voel je in je lijf wat je met deze twee koekenbakkers hebt. En dan hoeven die ook niet weg, dan heb je daar compassie mee van, ik snap het ook wel. En ja, dat is ook eng als je geen contact hebt en je bent er 100% van afhankelijk. Maar ja, je hebt nu twee stevige benen, dus ga het maar eens anders doen. En daar zitten we met z'n allen middenin om het heel graag anders te willen doen. Als ik zie hoeveel mensen hier over de vloer komen, ja, dan is er ontzettende behoefte. En waar de meeste mensen tegenaan lopen is die aanvankelijke angst van, oeh, maar dan moet ik dit loslaten. Ja, dat is part of the deal. Je kunt niet daar zitten en deze twee meenemen. Want dan zit je hier. Dus je moet deze twee inderdaad op een bepaalde manier loslaten, zodat je er ruimte ontstaat en je kunt zien van oké, zo functioneert het. Ja. Is dat een soort menselijke volwassenheid waar je dan in terecht komt? Ja. Ja. Het is uit die kindertijd stappen. Want het lijkt het is een heel kinderachtig mechanisme. Het is, ja. Het is, mijn vader heeft een grotere auto dan jouw vader, een beetje. Dat duel. Dat duel, wat helaas tot de lengte van dagen voortduurt. Hè, dus het gaat, het is een beetje een afgeleid thema, maar omdat je erover begint. Het gaat ongelooflijk over zelfvalidatie. Dus het gaat ontzettend over voor jezelf helder hebben van, ja maar, wat doet er toe voor mij? En waar wij in groot gebracht worden, is dat je altijd reactief daarin bent. Van oké, dat is de bedoeling en daar ga ik op reageren. Het zij in afwijzing, het zij in ondersteuning of wat dan ook. Maar het is altijd in reactie. Terwijl het gaat er nou net over van, ja, maar wat wil ik? Waar gaat het wat mij betreft over? En dat lijkt alsof het dan weer heel erg over het individu Patrick gaat. Lijkt egoïstisch. Ja. Maar waar je op uitkomt, is uiteindelijk van dat je inderdaad zoiets realiseert als wat je net spontaan aangaf. Van ja, maar dan wordt het dus iets veel groters, dan wordt het iets veel ruimers. Want uiteindelijk is er niet een Patrick liefde en een Evert liefde. Uiteindelijk heb je het dan juist los van het persoonlijke en realiseer je, oh ja, maar dit is gewoon het hele veld. Want dat veld van liefde, dat zit ook onder deze stoelen, dat is gewoon, oh ja, en daarom kunnen deze stoelen ook bestaan. En is daar niks mis mee.